Hij is ja, je bent live. Alvast heel erg leuk dat je er bent bij deze livestream. Ik ben hier niet alleen, maar samen met deze mooie prachtige doos. Want we gaan een livestream doen van Montar. Met iets erin waar ik echt heel erg naar uitkijk. Ik vind dit zo mooi. Dat is echt niet normaal, maar ik denk, gaan we meteen beginnen of gaan we eerst nog een paar vraagjes doen? Er zijn dan wel vragen, vragen om samen live te gaan. We zouden wel samen live willen, maar dat lukt niet, omdat we jullie niet kunnen horen. Dus daar gaan we een aparte livestream voor organiseren, om een keer samen met jullie live te gaan. Nou, ja. Tessa, hoe oud ben jij? Ik ben 13 jaar oud. En de volgende vraag is, hoe gaat het met je? Met mij gaat het op dit moment heel goed. Ik heb net online lessen gehad, dat was wel wat minder, maar... Bij mij gaat het hartstikke goed. Hoe gaat het met de ponies? Met Blondie gaat het hartstikke goed en met Frona gaat het ook steeds beter. Al haar wondjes die zijn volgens mij inmiddels genezen en er begint weer haar op te groeien. Hoe oud is Blondie? Blondie is 5 jaar oud en die wordt bijna 6. Wat doe je allemaal met Blondie? Op dit moment zijn we heel erg bezig met dressuur, met het trainen voor de B. Ja, voor de B. We zijn al B klaar. En we zijn aan het trainen voor het L1, L2 en met springen proberen we naar de B toe te trainen. Wil je ooit een veulen met Blondie of Frona? Ik zou dat... Frona heeft zelf al 2 veulens en met Blondie wil ik ook heel graag een veulen. Alleen dat is op dit moment niet handig omdat Blondie en ik vol in de training zitten en we op dit moment proberen om goed voor de training te werken, om het zo te zeggen. Wil je een crosswedstrijd doen? Zullen we eerst maar beginnen met weer een paar crosslesjes en wat meer controle. Nou, ik heb wel controle over Blondie, maar ik wil graag wat meer controle over Blondie hebben om goed te kunnen crossen, omdat ik het anders spannend vind. Welke kledingwinkel zoek je het liefst? Het liefst bij de Horse Store in Wateringen, want daar hebben ze heel veel en het is daar ook altijd wel heel gezellig. Hoe combineer je je school met paard en hoe gaat dat? Op dit moment gaat het nog hartstikke goed. Ik leer goed voor mijn toetsen en bijna al mijn huiswerk dat ik heb, dat doe ik op school en in de lessen, de studieuren, omdat ik graag zoveel mogelijk tijd wil overhouden voor de paarden. Ja, misschien moet je dan nu maar... Ta-da-da-da. Dit is de voorjaarscollectie van Montar. En die hebben we heel lang geleden, mochten we die al bestellen. En nu is die dan eindelijk binnen! Yay! Pam, pam, oh, het is nog gaver in het echt. Ik wist niet dat ik het besteld had. Nee, dat wist ik inderdaad niet, nee. Dus ik heb dat gewoon van haar besteld. Oeh. Pam, 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 pam. Nou, we gaan beginnen met de bandages. Oeh. Ik moet daarmee even gaan uitleggen hoe ik moet bandageren. Want deze wil ik natuurlijk wel graag gaan gebruiken. Ze zijn grijs met roze details. Dan gaan we even kijken hoe we dit moeten openmaken. Niet in je bandage snijden, ze moeten even een lesje. Sorry. Dat ben je toch geweldig gezellig, Rebecca. Dankjewel, Yara. Mensen hebben een vraag. Ik kan wel vragen stellen ondertussen hoor. Kijk maar even, dan heb ik de vragen nu even niet openstaan. Oeh. Het is heel sterk klittenband. Wat wil je dit jaar nog doen met Blondie? Ik zou heel graag in het L1, L2 willen starten met Blondie qua dressuur en heel graag met de B springen. Het is heel sterk. Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat die afzakt. Ze voelt ook heel zacht. Voel maar. Oeh. Lief. Yes, yes. Nou, next item zou ik zeggen. Liv Lomes die zegt, ik ben pas van mijn pony afgevallen. Ik durf er niet meer op. Heb je nog tips? Als je pas van je pony bent afgevallen, is sowieso mijn tip. Ga er daarna meteen weer op zitten, want anders... Oh, ik ging tegen de microfoon aan. Want anders ga je misschien angst opbouwen. En dat is natuurlijk nooit helemaal de bedoeling. Ik ook altijd als ik eraf ben gevallen, behalve toen ik een keer iets had gebroken... Toen ben ik er meteen weer op gegaan, omdat je anders angst opbouwt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Mijn pony vindt het een beetje eng als je een bandage omdoet. Heb je tips? Ja, heel vaak doen. Ja. We are going to the next item. Pam, 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 pam. Zo, die vet man. We hebben hier het springdekje van de voorjaarscollectie.
We are going to make him open. Dit is powdered pink, jongens. Yes, yes. En mocht je interesse hebben om het ook te kopen, dan kan je altijd naar de Worststore. Ja. Pam, 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 pam. Oh, hij is wel echt vet. Echt zo, jongens. We hebben hier dan het springdekje. Tada! Ik vind hem echt vet, man. Ik vind hem ook echt heel cool. Dan gaan we naar het volgende. Dat is het dressuurdekje. Ta-da-da-da-da. Die gelijk openmaken. Zelfs kleur, maar dan kleine in... Kleine bandage is niet slecht voor het pezen. Nou, kijk, weet je wat het een beetje is? Bandages zijn natuurlijk gewoon mooi. En daar moet je niet elke dag mee gaan rijden. Maar als je een keertje een mooie video wil maken... of je paardse benen goed wil laten zien aan de instructeur... omdat met bandage zie je benen gewoon toch net even makkelijker. Of stel je wil leren licht rijden en je zit steeds op het verkeerde been... of je zit in galop steeds op het verkeerde been... kan je geen galop op het verkeerde been. Ja, in de verkeerde galop. Dan kan je verschillende kleuren bandages om doen. Die kan je dan van bovenaf best wel makkelijk zien. En zo kan je ook dingen leren. Dus nee, je moet er niet elke dag mee gaan rijden. Maar als je een keertje met bandages rijdt, is dat echt zo erg niet hoor. We hebben hier het dressuurdekje. Ta-ta-ta-ta-ta. Sanne zegt, ik ben normaal nooit zo van het roze, maar deze kleur is mooi. Ja, dat vind ik ook! Dan, we gaan naar het volgende. Dat is een witte... Wit van de collectie. Oh, hoort het bij deze collectie? Nee, niet speciaal bij die collectie. Nee, dit is de basiscollectie. Sorry, je hebt gelijk. Oh, dit is de basiscollectie van Montar zelf. Want er zijn natuurlijk zoals Rebel en voorjaarscollectie. Maar dit is wat Montar eigenlijk over het algemeen altijd heeft. Dit is dezelfde witte rijbroek als dat ik had. Maar dan in een maatje groter. Want ik begin ook groter te worden. Hoe lang staan jullie nu op de artikel? Ja, meer dan een jaar. Pam, 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 pam. Maak je groter voor de Tessa. Oh, dit is, hè? Huh? Is dat? Dit is een... Oh, hij ziet er anders uit. Is dat? Hij heeft niet bitjes aan de binnenkant, maar hij heeft nu een ander siliconen. Oh, oké. Okay. Dat is wel mooi. En hij heeft hier weer een mooi bitje. Ja, heel mooi. Demi heeft hier de rijbroek. Hoe weet je? Leer je om het goede been te galopperen, ja. Een goede instructrice zoeken en soms helpt het om dus verschillende kleuren bandages om te doen. Hebben we nog meer? We have next, dit is volgens mij voor jou. Voor mij? Oh, ja. Nee. We hebben hier een beige polo. Oh ja, die is van mij. Tadadam. Ja, lieve. Welk paard zou je nog graag een keer willen rijden? Ik heb niet speciaal een paard waar ik graag op wil rijden. Maar het lijkt me altijd leuk om een keer op een ander paard te rijden waar ik weer veel van kan leren. Want ik rijd nu natuurlijk alleen maar op Blondie en Verona. En ik heb nu ook weer een keer op Athos gezeten. En ik vond het toch wel heel erg gaaf om weer een keer op een ander paard te zitten. Waarom werkt het dan om verschillende kleuren montages in te doen? Ja, omdat je dan de benen beter kan zien. Oh, dit is een polo zonder mouwtjes. Ja, het is voor van de summer. Want anders you can krijgen... Ja, maar ik heb nu nog meer zin in de zomer. Anders krijg je van die streepjes. Ja. Mogen kleine bedrijfjes ook spulletjes opsturen? Dat mag altijd. Postadres staat bij of op de website of onder elke YouTube-video. Dit is de polo van zijn mama. Pieuw. Tadaa. Oké. Okay. Kom maar neer. We hebben de pakbon. Altijd belangrijk. Oeh, we hebben hier mijn... Oh, nog meer. We hebben hier mijn jas. Oeh, ja. Ta-ta-ta-ta. Dit is mijn tussendoorjas, want die bouw ik graag. Au. Ta-ta-ta-ta. Oeh, ik vind deze wel heel gaaf. Ja, vind je leuk? We hebben een nieuw karton, haha. Oh, kijk, dit is een soort t-shirt zo. Oeh, ik vind deze wel echt heel gaaf. Ja? Ik vind deze echt leuk. Oeh. Ik vind hem echt heel cool. Dat is die zeker. Kijk, je hebt hier ook glitter aan de zijkant. Oh. Niet mijn hoofd. Ja, prachtig. Then we go to the next. Ta-ta-ta-ta. Lekker uit, zeg maar. Oeh. Die is van jou. Mijn rode t-shirtje, die past bij mijn rode broek. Ik hoor veel rood op rood, vind je niet? Yes. Glitter is altijd goed. Ja, dat ja eens. Eens. Glitter is het beste. Ik heb deze zelf ook al in het wit en nu heb ik hem ook in het rood. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Heb je tip voor een eigen pony te vragen? Want ik moet wachten tot ik zelf geld verdien. Ja, dat snap ik wel. Oeh. We hebben een hele video over. Zeker.
vind deze winkel echt heel gaaf. Weet je of je cap van goede kwaliteit is? Ja, dat kan je bij een winkel navragen. Maar GPA, Sunshield, hoe heet die andere Capitalia. Merken? Capitalia, dat zijn goede merken. Tada! Prachtig. And you're very happy with it? Nou, gaat ze het weer keurig opvouwen hoor, jongen. Ja, heel keurig. Hoe lang heb je Blondie al? Ik heb Blondie al bijna 2 jaar. Lekker, hè? Ik heb hier iets heel gaafs. Nou, dan komt ie hoor. Oh, je jasje! Tadaa! Tadaa! Een springjasje en het bestuurjasje is in back order. Tadaa! Netjes hoor, het is wel een heel chic jasje, Tess. Zeker, zeker. Dus dit is mijn springjasje. Knopen of drukkers? Het zijn knopen. Oké. Okay. Zijn we allemaal openmaken? Nee. Met je 34. Volgen jullie fans ook terug? Ja, soms zeker. Op mijn account. Dat ligt er een beetje aan wat voor account je hebt en hoe actief je bent. En wat voor leuke dingen je erop post. En ik volg zelf. Op mijn eigen account volg ik elk Hart of Paarden fan account. Nou, was dit het of is er nog meer? Die was het. We hebben nu een lege doos. Ah, pap, 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 pap. Dus ik in mijn bunker. Zo kan je wel een fotoshoot doen als je dan allemaal dingen naast je hebt liggen. Nog een paar vragen doen en dan gaan we... Oh, Maud, waarom rijd je eigenlijk met sporen? Om je verhulpen te kunnen verfijnen. Ja. Hoe oud is Verona? Verona is laatst nog 19 jaar oud geworden. Ja, precies. Tess. Hoi. Hoe kan Blondie zo mooi zijn? Dat vraag ik me ook af. Wat is je grootste droom? Ik zou heel graag in het zet willen kopen met springen en dressuur. Oké, ik denk dat wij deze livestream gaan afsluiten. Soms ga iedereen even gedag zeggen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze livestream. Doe nog even een hartje achterlaten en jullie een duimpje omhoog. En check ook zeker ons YouTube kanaal en volg ons op Instagram. En dan zie ik jullie heel graag zaterdag weer bij een nieuwe weekvlog. Doei doei!